Van het uitbouwen was mijn droom. De uitgeverij, denk ik, de droom van mijn vader. Ja. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Zit je daar al lang bij in? Ik werk denk ik nu een jaar of 6 mee. En de eerste 4 jaar, dat was een beetje aftasten. Of we aan elkaar gewaagd waren. En hoe de taken verdeeld moesten worden. Maar de laatste 2 jaar is het een goedlopende trein geworden. Ja, dat was wel een beetje opmerkelijk begin, hè? De manier waarop jij in de zaak gekomen bent. Of de aanleiding. De aanleiding, moet aanleiding. Ik misschien zeggen, ja. De aanleiding, ja. De periode daarvoor studeerde ik. En toen liep ik voor hem langs de boekwinkels met boeken. En ja, ik zou graag willen in de zaak, maar wil mijn vader dat ook wel. Maar op een gegeven moment hadden we een grote brand, waarbij alles tot de grond toe afbrandde. En toen stond hij ook voor de keus. Van ja, ga ik verder? Toen zei ik, ja, ik wil graag verder. Nou, oké, dan gaan we samen verder. En sindsdien zijn we samen de zaak aan het opbouwen. Maar betekent dus dat voor die tijd wist je vader eigenlijk helemaal niet dat je dat wel wilde? Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Ja, dat vragen we even aan je vader. In Spanje, was dat niet uw droom, zoon in de zaak? Nee. Nee, het was niet echt mijn droom. Of in ieder geval, ik heb daar nooit over nagedacht dat een van mijn kinderen de zaak zou moeten voortzetten. Nee. Nee. Had u daar een reden voor, dat niet te denken? Of? Ja, ik denk het wel. Het werk wat ik deed, zag ik niet zozeer als mijn zaak of zo. Maar meer als een bediening, als een roeping die ik van de Heer ontvangen had. En in mijn visie is dat niet zo dat je dat overdraagt aan je vader, aan je kinderen. Nee, niet dus, automatisch. Nee, niet automatisch. Nee. Dus, en hoe was dat dan, dat zoon ineens komt van, ja, maar ik heb een droom? Hij kwam wat schoorvoetend. hij studeerde en hij zei, pa, ik heb wel wat tijd over. Mag ik met je boeken langs de winkels? Ik heb een OV-jaarkaart, dus het kost je niks verder. Dus zo is hij begonnen en heeft hij wat meer ervaring opgedaan. En wij met elkaar. Ja. Ja. Dan meneer Schellingen, u wist eigenlijk al heel lang, hè, dat uw zoon ook predikant wilde worden. Heel lang, ja. Hij was 12 jaar, hij zat net op de middelbare school. En omdat we net in een nieuwe gemeente waren gekomen in Leeuwarden, hebben we toen afgesproken, nou, hij blijft eerst nog een jaar hier in Leeuwarden voordat hij naar het VWO in Groningen gaat. Daar zal het wel van komen. Maar het eerste jaar, toen begon hij al direct van, terwijl hij was getest voor HAVO, misschien VWO. Dus, maar het eerste jaar begon hij al gelijk van, een paar maanden van, als je Latijn wil leren, dan moet je zeker naar VWO, hè. Vader? Ja, ja. En nog eens een paar weken later, van als je naar Kampen wil, dan moet je zeker Latijn kennen. Oh? Wou jij dan naar Kampen? Wou jij dan dominee worden? Ja. Wat vond u ervan? Ik weet nog heel goed dat ik op dat moment dacht, als het dat wezen zal, dan moet ik nu doen wat mijn vader bij mij gedaan heeft. De mogelijkheden daarvoor scheppen. Want hij moet de kans krijgen om wat hij nou blijkbaar graag wil, om dat ook te bereiken. Ja. Ja. Johan, waarom wilde je dat, dominee worden? Ik denk, als ik daar aan terugdenk, zat daar in die tijd wel iets in van mooi beroep. Ik zag mijn vader natuurlijk elke zondag op de preekstoel. En ik zag ook dat veel mensen contact met hem hadden. We hadden een hele leuke plek in de gemeente waar we toen woonden, waar ik opgroeide. Waarom kies je dan voor zo'n beroep? Ik weet heel goed dat mijn vader regelmatig zei van, joh, waar begin je aan? Als hij dan weer moe van zijn werk thuis kwam aan de tafel, en dan zei hij van, joh, begin er dan maar niet aan, want je weet niet waar je aan begint en er is helemaal geen vak enzovoort. Als ik nu terugkijk, ik ben er op de duur al wat over gaan nadenken, ook bij mijn eigen functioneren, dan zie ik dat er ook wel iets in zat van, jongen, zoveel publiek, dat is ook wel heel aantrekkelijk, zeg maar. Dat zoveel mensen op je letten. Dat mensen belangrijk vinden wat je zegt en dat ze naar je willen luisteren. En zoveel mensen aandacht voor je hebben. Nou, dat is, Maar het lijkt me wel ideaal. Je vader en jij hetzelfde beroep. Lekker alle aanleidingen om flink contact te hebben met elkaar. Dat,
Ja, ideaal, hè? Ja, vind ik ook. Maar, oeps. Maar dat, nou, dat is het wonderlijke. Nee, maar dat, dat gaat dus heel automatisch. Omdat we het inderdaad vaak over dezelfde dingen hebben. Heb jij dat gelezen? Hoe gaat het hiermee? Ja, dat zijn, hoe gaat het in onze kerken? Heb je gesprekken over? Maar niet actief op de ander gericht. Hoe beleef jij dat? En hoe heb u dat nou, als u dan zo... Is dat hem dat dan niet? Ja, was het te vanzelfsprekend op een bepaalde manier? Of? Ja, dat denk ik, ja. Dat denk ik. Ja, je praat over... Ik merkte dat ik gewoon ging vertellen waar ik mee bezig was, hoe dingen gingen. En daar kreeg ik dan wel een reactie op. Ja, ik denk dan voornamelijk ook wel terug aan de studietijd, zeg maar. Die hij in dezelfde universiteit had gehad en die ik op diezelfde universiteit had. Terwijl we verschillend zijn in onze ontwikkelingen, op verschillende scholen hebben gezeten. En in een verschillende tijd in kampen studeerden. Dus je had elkaar wel wat te vertellen van hoe het vroeger was en hoe het nu ging. Maar niet echt van, en hoe beleefde u dat dan? Zitten te stressen voor een tentamen kerkgeschiedenis of zo? Nee, nee, je vertelde dat je daar gigantisch moeite mee had. En, nou, ja. Meneer Klein, uw naam staat voor een groot bedrijf in noten en zuidvruchten. Hoe bent u ooit begonnen? Nou, dat kan ik kort vertellen. Ik werd door mijn baas midden in Rotterdam uit een busje gezet, omdat ik geen concurrentiebeding wilde tekenen. En ik had geen geld, maar ik ben dat toch... Dat hield hij u voor? En als u niet meteen tekende, dan kon u lopen naar huis? Dat was een bepaalde dreiging, je moet tekenen. Maar toen zei ik teken het dus niet. Toen zegt hij, nou, dan kun je nu uitstappen. Zo. Dat was na verloop van een paar weken. En ik ben met de bus thuisgekomen zonder geld. Dus het koopmanschap zat er wel in. Hoe heeft u dat opgelost? Dat wil ik even weten. Dat was, nou, ik heb die buschauffeur met een pakje kauwgom betaald. En daar nam de beste man genoegen mee. Maar ik had ook niet meer bij me. Dus, nee, hij geloofde het. Toen ben ik, dat was een vrijdagmiddag op zaterdagmorgen, met de neef van mijn heel oud busje wezen kopen van 800 gulden. En ik kon maar 400 gulden aanbetalen. Achteraf was dat dik betaald geweest, want die man die nam er genoegen mee. Maar ik kon het niet begrijpen dat je voor... 800 gulden iets had wat een motor had en de stuur en wielen en alles deed. Dat heb ik op maandag klaargemaakt met lakens van mijn moeder en een beetje geverfd en dinsdags naar de markt en venten. Dus kaas, boter kaas en eieren. Ja. Dat heb ik een jaar of 8 gedaan en toen kon ik niet meer plaatsen krijgen. Ik had toen denk 30, 35 marktplaatsen. En toen kwam ik op een bepaalde manier aan noten en zuidvruchten. Door een koopman die daarmee stopte. En toen ben ik daarin verder gegaan. En dat is uiteindelijk mijn doel geworden. Uitgegroeid tot wat het nu is. Tot wat het nu is. En ik heb dan in december het grootste bedrijf, Klein BV, 95 miljoen gulden omzet, verkocht. En er zijn nog 2 bedrijven over. Dat zijn andere zonen van me die in dezelfde handel handelen. Dus de kaashandel... Is er nog wel, maar daar doe ik zelf niks voor aan. Dat wordt verhuurd. Er zijn dik 100 markten. Maar die groothandel, noten en zuidvruchten, dat is dus dat is het geworden. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk, ja. Inderdaad. Ja, er zitten nog een aantal zonen, zoals we horen van meneer Klein, in de zaak. Die zonen konden helaas niet hier zijn vanavond. Dus daarom zijn we naar hen toegegaan om eens even te kijken hoe dat nou allemaal gaat in zo'n grote noten- en zuidvruchtenhandel. Het werk is gewoon hartstikke interessant. Dat merk je ook gewoon met mensen uit de handel. Van als je eenmaal in de handel zit, dan raak je er niet snel meer uit. Dat is typisch voor noten en zuidvruchten. Het is verslavend in, als je het zo zou willen noemen. Ja, dit is echt te gek gewoon om dit zelf te kunnen doen. Dat heb ik nou eigenlijk altijd willen doen. Ik vind het gewoon, ik krijg daar een kick van als ik zie hoe jij dat doet. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn vakgebied heb ik dat ook heel erg. Dat ik mijn klanten kan adviseren op oogsten. En dat je dan ook je eigen, helemaal je pit erop uit kan drukken. Dat is echt fantastisch.
De afgelopen jaar is dat niet slecht geweest natuurlijk, die informatie. Inderdaad, de afgelopen jaar hebben onze klanten er heel goed van kunnen profiteren. Ja. Omdat de afgelopen 3 jaar zijn onze analyses eigenlijk op de kop af nauwkeurig geweest. Ik heb eigenlijk tot mijn 16e altijd gezegd van ik hoef niet bij mijn vader in de zaak. En de reden daarvoor is dat iedereen verwacht dat je in de zaak gaat. En ja, dan wil je het tegenovergestelde doen. En ik ben in dat opzicht wel een beetje makkelijk. Dus ik denk van ja goed, laat ik me eigenlijk niet te moeilijk maken. Laat ik het toch maar weer gaan proberen. En zo van de een kwam het ander. Ja, dat is echt fantastische kwaliteit, Jaap. Ik zie die monsters zie ik graag tegemoet. Ja, perfect. Gaan we zo regelen. Wanneer ga je weg? Nu zo? Ja, ik ga zo naar huis. Ja. Zou ik met je mee kunnen rijden naar pa? Ja, prima. Ik heb nog een broer, Jan Willem. Dat had echt een absolute topmanager kunnen worden. Ja, die wilde gewoon wat anders gaan doen. En die andere broer zit hier, Jan Willem. Wat we gezien hebben, dat is dus waar jij niet voor kiest. Waarom trekt het jou niet? Ik denk gedeeltelijk wat mijn oudste broer Jaap al zei. Dat het een bepaald iets is waar je heen geduwd wordt. Eigenlijk omdat ze verwachten het van je. Ja. En misschien is dat vroeger te vaak gezegd, als je vakantiewerk kan doen. En dan zei ze, oh, daar komt de nieuwe directeur aan. En dan heb je ook zoiets van, als jongetje van, oh, nieuwe directeur, ben je nou mee bezig? En op zich, dat speelt nog helemaal niet in je hoofd. En de tweede heb je natuurlijk, je ziet wat voor inzet mijn vader in het bedrijf heb zitten en wat voor werk allemaal. En je ziet ook wat hij mee naar huis neemt. En natuurlijk, het wordt allemaal rooskleurig afgebeeld in filmpjes. En het wordt rooskleurig verteld, maar de zorg die je ervan hebt, die zie je niet. En dat is toch inherent aan het ondernemen zijn, denk dat ik. Eigen onderneming hebben. En dat, nee, ik zag niet echt zitten. Kijk, wij moesten ook van die druk meegenieten tussen aanhalingstekens. Zelf als ik iets meemaak op mijn werk, dat ik zeg doen? Van ik ben leraar, dan ga ik opvoeding horen. Ja. En als ik zelf iets heb dat ik zeg van, nou, sommige mensen denken leraren kunnen geen zorg hebben. Maar ja, goed, ze hebben ze ook wel af en toe. Hè. Toch wel. En dan neem je dat ook wel eens mee naar huis. Moet je proberen niet te veel te doen, maar als je een grote onderneming hebt, dan denk ik dat je veel zorgen mee naar huis kunt nemen. En het is niet gemakkelijk om ze altijd af te leggen. En ja, dus iedereen profiteert er van mee. Wat ik wel eens van jou weten, je vader. Wat vond u daar nou van? U had één bedrijf, heb ik begrepen, heeft u ook moeten verkopen. Want er was geen opvolger. En de zonen zeggen dat had een echte topmanager kunnen worden. Absoluut. Als hij erbij gekomen was, was dat bedrijf nooit verkocht geweest. Nou, hoe vindt u dat nou, dat hij een andere weg heeft gekomen? Nou, dat was best slikken in het begin. Ik ben een man die ervoor gaat. En ik ben van mening dat je kinderen moet je voorgaan in de goede dingen. En ik vind ondernemen een goede zaak. Anders had ik het nooit gedaan. En je ziet het. En ik heb hem ook gewaarschuwd. Denk erom, jongen, jij gooit wat weg. Een bepaalde toekomst. En financieel zal jij het niet krijgen zoals je broers het hebben. En natuurlijk moeten ze het maken. Dat moeten we allemaal in het leven. En altijd jagen is niet goed, maar dat deed best pijn in het begin. Ik wilde dat niet. Nee. Dus dat moet je verwerken, maar op een gegeven moment ga je zeggen, ho even, het is zijn leven en niet mijn leven. Ja. En hij heeft op het bedrijf gewerkt. Maar nooit geprobeerd hem een beetje te duwen in een bepaalde richting? Ik denk het wel, maar op een nette manier. Ik denk op de juiste manier, maar dat laat ik hem liever zelf zeggen. Op de juiste manier. Nou, eerst wil ik nog even op ingaan natuurlijk op dat gedeelte van het had een absolute topmanager geweest. Dat is natuurlijk vreselijk koffiedik kijken. Ja. Want het is... Het is hetzelfde als ik tegen mijn vader had gezegd. Hij heeft vroeger wel eens gebokst. U had een absolute topbokser geweest. Ja. Dat kun je niet zeggen. Want iemand is er niet in verder gegaan. En hetzelfde, de ene ontwikkelt zich tot zijn 18e op een ongelooflijk snelle manier en staat dan ineens stil. En de ander is laadbloeier en begint op zijn 20e te ontwikkelen en ontwikkelt zijn hele leven door. Dus je kunt op een 18-jarige leeftijd, want ik heb nog even bij pa in de zaak gezeten. En toen ben ik eruit gestapt op 18-jarige leeftijd. Dan kun je niet zeggen van iemand had zover door kunnen groeien. Een ontwikkeling die kun je niet voorspellen. Dus wat dat betreft,
Dat ben ik het zeker niet mee eens. Dus nee, dat, maar voel je onder druk gezet door je vader? Onder druk gezet. Op een goede manier, ja, hè? Tis, nou, natuurlijk, het is, ik zei net al, ik was 18, 19, 20 toen al die ontwikkelingen gaande waren in mijn leven. Want die gaan zelf op zoek naar wat je wilt. En ik had het niet goed naar mijn zin in het werk wat ik toen deed. Enerzijds misschien omdat je toch voelde van ja, wil ik wat in het bedrijf kan betekenen, moet ik hoger op. En toen de tijd had ik daar de ambities niet voor. En ook de interesse niet in de handel. Dus, en er kan best zijn een soort angst van leiding geven of wat dan ook. En dat kan er best ingezeten. Ja. Maar voelde je je vrij om voor de sport te kiezen? Vrij voelen niet. Wel vrij vechten. Iemand die tot volwassenheid groeit, die wil wel dingen zelf gaan beslissen, dingen zelf gaan bepalen. En er is een ouder het niet altijd mee eens. En dat is natuurlijk iets, denk ik. Maar daarbij kwam natuurlijk dat ik die andere weg in ging. Ik wilde sportleraar worden en ik ging naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En pa zei inderdaad, voor jongen, financieel en bedenk eens wat je gaat doen. En pa is in een heel andere sfeer opgegroeid. Hij is veel armoediger opgevoed. Dus dat zal bij hem meer heersen dan bij mij, de financiële. Dus hij heeft me best onder druk gezet, met woorden ook wel. Wat dan, bijvoorbeeld? De eerste 2 jaar van de academie kan ik niet zeggen dat hij zijn trotsheid over bepaalde resultaten bijvoorbeeld heeft laten zien. Hè, als ik een goed resultaat had bereikt, dan was het niet echt dat je zegt van ik heb het goed doorlopen, die academie, 4 jaar, kortst mogelijke tijd. En op een gegeven moment, in het derde, vierde jaar, merkte je, er kwam waardering. En er kwam, hij had het idee dat ik er ook echt wat van ging maken. En dat idee was er in het begin niet. Dat merkte je. Wat dacht hij dan in het begin? Dat is wat ik ervan denk. Hè? Want dat is natuurlijk moeilijk te zeggen wat hij ervan dacht. Maar ik denk dat hij dacht dat het een bevlieging was. Wat deed dat met jou? Dat maakte mij fanatieker. Ja? Ja. Dan ga je er juist voor. Dan is het niet. Dan is het geen tentamen onvoldoende halen. Dan moet je. Moet je dus echt scoren. Ja. Ja. En dat is voor mij alleen een goede motivatie geweest. Heb jij je nooit schuldig gevoeld toen pa dat bedrijf moest verkopen, die oorspronkelijke tak van de BV? Nee. Dat is mijn verantwoording. Want hij verkoopt het, niet ik. En het is op een gegeven moment. Je leidt je eigen leven. Ja. En daar heb je zelf verantwoording voor af te leggen. En je bepaalt ook voor een deel je levensgeluk. En Je kan niet iemand anders leven. Er zijn mensen om je heen geweest die hebben gezegd, man, wat een stomme tijd. Ja, we zijn er. Ik zat in dienst en er kwam het langzamerhand uit dat nam je zijn zakje nootjes mee op oefening. Hey, Kleino, dat is leuk zeg, dat lijkt op jouw naam. Ik zeg, ja, dat lijkt erop. En dan zei ze van, joh, ben je er soms familie of zo van? Ik zeg, ja, nou, dan visten ze verder en uiteindelijk kwamen ze erachter natuurlijk. En dat was het. Dus jij gaat straks lekker sportwagen rijden, weet ik het allemaal niet. Wat voor ideeën mensen erbij hebben. Ze denken ook dat het je aangewaaid komt. Ze denken ook dat je er niks voor hoeft te doen en dat hij maar aangewaaid wordt, komt. En dat het allemaal vanzelf gaat. Is totaal niet zo natuurlijk, maar ze verklaren me wel voor gek. Ja, maar toch meneer Klein, zo'n situatie van dat u bedrijf moest verkopen en Jan Willem dat niet zag zitten. Dat had toch een enorm conflict kunnen worden tussen u en uw zoon, zou ik me kunnen voorstellen. Hoe komt het nou dat het niet gebeurd is? Dat mag nooit, hè. Je mag nooit zaken met privé verwarren. Ik hou van hem. Maar het mag niet, maar het lijkt me heel lastig. Ja, maar dat zal niet juist zijn. U zat er wel mee natuurlijk. Nou, ik zat er mee tot ik zeker wist, mijn punt was het meeste, weet hij wel zeker dat hij niet wil. Ja. En toen ik dat zeker wist, heb ik geen twijfel meer. Ja. Ik ben niet iemand die zijn leven gaat bepalen. Maar ik zal het verschrikkelijk jammer vinden als hij over 5 jaar zegt, jong, wat hebben we eigenlijk gedaan? Dat zou hij jammer vinden. Maar dan pakken we weer wat anders op voor hem. Dus dat is helemaal geen punt hoor. Hij komt niet meer. En zijn broers zeggen ook, kom maar. Ja. Want die 2 broers hebben altijd gezegd, wat wij samen hebben, heb hij alleen. En daarom vind je het jammer. Want het bedrijf had nog veel verder uit kunnen groeien. Maar ik zeg dat eerlijk, dat hij enorm sterk is. Want over het algemeen gebeurt er wel wat ik wil.
Over het algemeen wel. Ja, sorry. Dat is zo. Hè? Want ik zeg altijd tegen mijn mensen, als iets niet goed gaat, ja joh, jij gaat of ik ga. Maar ik ga natuurlijk niet. Dat zeg je niet gelijk, maar als hij 2-3 keer gesproken hebt, er moet wel orde zijn, er moet een kapitein op schip zijn. Dat hij daarentegen op die leeftijd toch zijn eigen gang gegaan, dus kan ik toch bewondering voor opbrengen, eerlijk gezegd. Omdat ik weet hoe lastig ik ben. Dus. Nou ja, zonen die in je voetspoor gaan, dat geeft je natuurlijk toch wel een kick als vader. Dat is ook goed voor je ego natuurlijk. Dominee Schelling, wat voelde u toen de 12-jarige Johan tegen u zei, nou vader, ik wil dominee worden? Dat bleef aanvankelijk beperkt tot wat ik er straks van zei, daar gaan we kaders voor scheppen. Dat moet kunnen. Als hij dat wil, dan moet dat kunnen. Dus dat zat toen echt bij mij alleen maar...